Je hebt een topavond gehad, heb ik begrepen, gisteren. Klopt dat? Zo. Wat heb je gedaan? Feyenoord. Ja, in de Kuip. Ja, met dank aan Chris Woerts. Chris Woerts? Ja, want die kan wel wat. Ja, nou ja, in ieder geval mij op een hele mooie plek in het stadion zetten, kan die. Kan hij dat, ja? Ja, en helemaal VIP zat ik, dus ik kon ook eten daar. Ik kreeg een 3-gangen-diner. Maar je hebt toch niks met voetbal, Rutger? Jawel, ik heb wel, dat zeiden ze op de redactie hier ook. Alleen, ja. Ik heb heel veel met voetbal. Alleen, maar wat dan? Ik zeg altijd tegen jullie, nou, ik heb zelf 25 jaar gevoetbald. Ik Echt heb waar? Heel veel met voetbal. Alleen, ik zeg altijd, als ik aan deze tafel zit en ik zit tussen jullie drieën, ja, dan weet ik inderdaad niet, dan moet je mij niet, dan ga ik me er niet mee bemoeien. Heel verstandig. Want ik, ja, toch? Ja, heel verstandig. Want ik weet, ik, op het moment dat het over tussen de linies gaat ook en zo, dan ben ik ook al wel tussen weg. Tussen de linies? Wat bedoel je erbij? Ja, weet ik dus niet. Ja, nee. Ik denk, weet hij het over? Nee, ja. Voorbeeldje. Speelde jij altijd vroeger met punt naar achteren? Ja, punt naar achteren, ja. Ik was overigens, zat ik op mijn beste dag, zat ik dan op de bank. En bij welke club zat je? Selectie, Voorschoten 97 en dan derde. Oh, dat is wel een toonaangevende club in die regio. Nou, die speelde hoofdklasse in die tijd wel, ja. Alleen ik was er net niet, ik kon net niet mee. Dan kun je altijd nog bij Pownet gaan werken. Nou ja, dat is het. Ja. René, het was goed, het was heel goed. Bij Voorschoten media. 97. Ja. Kan je net niet mee? Ja. Weet je hoeveel je er dan van kan? Ja. Helemaal ja, niks. Op de bank. Kan je er helemaal niks op van. Op de bank bij Voorschoten. Ja, kan je er niks van.